hypocritische is dat mijn minnaar dit jaar zijn zilveren huwelijksfeest heeft gevierd. Dus als die vereniging ter bevordering van het gezonde gezinsleven in Nederland zijn zin krijgt, dan zou die ook nog 5000 gulden ontvangen, plus 25 jaar rente. Ik gun het je wel op poepers, maar het is niet eerlijk, hè? Ach, eerlijk, wat is nou eerlijk? Hij zit in de kast, want hij is iets heel hoogs in Den Haag, dus hij kan niks riskeren, hè? We nemen ook altijd 2 hotelkamers, hè, scheetenbal? Ja, dat loopt dus flink in de papieren. Het is geen cultuur in Nederland, hè, de maîtresse. Geen caviar en champagne, maar een piccolootje, hè? Het heeft geen allure, het heeft geen status. De stewardess van Papandreou in Griekenland en Camilla Bowles van Prins Charles, die maîtresse van president Clastille in Oostenrijk, dat zijn gewoon nationale bekendheden. En in Frankrijk natuurlijk zijn alle maîtresses legitiem. Maar in Nederland, ik zou niet 1 beroemde maîtresse kunnen noemen, want ze komen niet in het openbaar. En dat ligt aan de Nederlandse mannen. Oh, de Nederlandse mannen hebben het weer gedaan. Dat is wel waar, poepers. Buitenlandse politici doen het heel anders. Die komen er gewoon vooruit voor hun maîtresse. Ach, wel nee. Poepes, dat is wel waar. Hoe kom je daar nu bij, scheet? Als het toevallig uitkomt, ja, dan komen ze er vooruit, maar eerder niet. Ook als het is uitgekomen dat ze een maîtresse hebben, ontkennen Nederlandse mannen dat nog. Ze kunnen er niet mee omgaan met het fenomeen maîtresse. Het heeft toch ook geen stijl, zo'n rendezvous met een neus op, hè? Ik mag geen enkel risico lopen, dat weet je best, schattenboutje. Als onze verhouding uitlekt, nou, dan kan ik het wel vergeten binnen de partij. Dan zou je binnen de partij de positie van de maîtresses aan moeten kaarten, de rechtspositie. Er zijn 3 hoerenvakbonden, nog steeds geen stichting, de Zijdedraad, voor de behartiging van de belangen van de maîtresse. In de verzekeringen nog steeds geen man maîtressepolis. Je krijgt een Europees jaar voor de ouderen, voor de homo, voor de kinderen, nu het Europees jaar van het gezin. 1995 zou toch het Europees jaar van de maîtresse moeten worden, Hans? Hij heet geen Hans, hoor. Hij heet Harm. Maar dat zie je nou, hè? Je kunt als maîtresse coming out doen wat je wilt. Maar zolang de getrouwde man in de kast blijft zitten en er niet uit durft te komen, besta je eenvoudig niet. Harm, zal ik je soldaatje dan nog maar eens in de houding zetten? Zo gaat het al duizenden jaren. En ik denk dat het in Holland nog wel 100 jaar duurt voordat er iets verandert. Verhouding getrouwde man met rest. Ja. Arme man in de kast. Als ik wist hoe die heette, zou Poepes? Ik op hem stemmen. Poepes? Stemt ja, Allen Poepes, lijst 13. Wat wordt een ongeldige stem. Het kleine kamertje Poepes rood maken. Weet jij al op wie je moet gaan stemmen? Nee, dan? Ik heb geen idee. Nee. Ik wou even de spotjes op MTV afwachten. En als Brouwer en Rabai echt gaan als Beavis en Butthead, dan stem ik GroenLinks. Ja, maar ik weet het op het moment absoluut nog niet. Groot probleem, op wie moeten we stemmen? Als die bestond, dan zou de PZK, PZK, de Partij voor Zwevende Kiezers, op slag de grootste worden. Nu zeker. 60 zetels. Ja, nu zeker. Nou, ik stem op de politieke partij die als eerste programmapunt de super elektronische snelweg bepleit. Kom je alweer met die snelweg? Ja. Maar heb je die gisteren de NRC gezien? Nee. Ja. Dat is echt de oplossing, hoor. Sorry, dat is nou eenmaal zo. Een ronde tafel brainstorm was er in Der Zendes. Nationale elite moet economie redden. Nationale. En die nationale elite, kijk maar even. Ja. Die bestaat dan uit Timmer van Philips, Bolkestein van der Zwan, ik dacht al, wat was die al die tijd? Ja. Wijfels, hoofd Rabo en Geelhoed, secretaris-generaal van Economische Zaken. En die nationale elite die zegt dan dat we moeten meer banen creëren en speerpuntindustrieën beschermen. En dan komt het allemaal goed met de Nederlandse economie. Want Nederland is nog lang niet vol. Nee hoor. Wel nee, er komen al honderden kantoorkolossen kunnen erbij. En tientallen spoorwegen en Van Eelde en Volkel en Ypenburg kun je ook nog enorme burgerluchthavens maken. Zonder dat alles hoeft af te treden. En dat levert ons tienduizenden banen op tot in het jaar 2005. Nou, dat verhaal hè. Ja. En dan zeggen ze dus ook ergens. Ja. Het stikt namelijk van de banen tussen de 500 en 800 gulden per maand die niet vervuld worden. Alleen kost dat wat in termen van gerief, van dingen waar we aan gewend zijn. Moet je daar even over nadenken. 500. Dan bedoelt dus de nationale elite, 500 gulden per maand, dat we gewoon weer 80 buitenlandse gastarbeiders op 1 pensioenkamer moeten hebben. En dan komt het goed met onze economie. En dat zeggen ze dan in Der Zendes,
waar ze de man al voor zo'n maandsalaris dineren en lunchen op zo'n brainstormdag. Ja. Het is toch potverdomme niet te geloven. Ja. Het is toch brutaal. De nationale elite. Nee, maar... Luister maar even. Daarom zeg ik... En dan wil ik niet doordrammen. Nee, alsjeblieft niet. Maar dat die super elektronische snelweg... Ik dat los niet. Die kan alle knelpunten wegnemen. Ja, ik weet wel dat het windhandel is. Het is gebakken lucht. Maar waarom propageer ik die nou zo? Waarom dan? Nou, kijk. Als de mensen thuis kunnen blijven met hun telefoon op de glasvezelkabel... met hun computer, modem en binnenzitten. Video, tv... Ja, ja, ja. Kunnen ze thuis werken, ja. Spelletjes doen, ja. Informatie inwinnen, filmpjes kijken. Dan blijven ze binnen, dan hoeven die tunnels en die wegen niet gebouwd. Nederland wordt leger en dat is goed voor de natuur. Dus, ja. Vogelbescherming, nou, natuurmonumenten en het Wereld Natuurfonds... die zouden hun nieuwe leden... een CD-ROM cadeau moeten doen met uitgestorven vogelgeluiden. Nou, dat zal Timma van Philips fijn vinden, want die CD-ROM die wordt dus gemaakt in Thailand voor de helft van het minimumloon. En Timma vergeet ook even voor het gemak dat die verzorgingsstaat onder andere onbetaalbaar is geworden, omdat hij een tig aantal mensen heeft weggesaneerd de WW in. En dan lees je op die twee pagina's nergens het woord milieu. Solidariteit, zorgzame samenleving, religiositeit, nulgroei, nergens. Dus nationale elite, het zijn gewoon vijf ordinaire supermiddenstanders. En ik vertrouw ze voor geen cent.